Oké, ik zie dat jullie hebben nog steeds t-shirt aan. Jullie niet. Is er iets veranderd in hoe jullie aankijken tegen meer of minder vrijheid van meningsuiting? Wat we denk ik vooral achter zijn gekomen, dat eigenlijk gewoon heel moeilijk is. En ook voor een rechter. Ja. De grens is gewoon nog steeds vaag. Blijft vaag. Ik kan niet de grens trekken. Er is geen strakke lijn die bepaalt wat wel of niet goed is. Stel je ervoor dat geen van die t-shirts zou meer gedragen mogen worden. Het mag allemaal niet. Wat zijn de uiterste consequenties van minder vrijheid van meningsuiting? Je mag van alles niet meer zeggen. Je mag ook geen grappen meer maken. Hans Thiel, die mag geen optredens meer geven. Ik denk dat mensen dan heel opstandig worden. Want meestal als je zegt dat iets niet mag, dan gaan mensen het toch wel doen. Dan word je misschien voor de rechter gesleept. Ja. En dat gaan ze dus doen. En dan komt er een soort dictatuur tot stand. Als je niks meer mag zeggen. Omdat als je iets fout zegt, dan krijg je een boete of een werkstraf. En ik ben bang dat je zoiets krijgt. Dus inperken, ja. Dus inperken is eigenlijk geen goed idee. Minder vrijheid van meningsuiting, nee, zeggen jullie. Ja. Maar dan zit je nog wel met de mensen die zich beledigd voelen. Moeten die dan misschien dan toch een dikkere huid kweken? Of? Ik zelf heb best wel een dikke huid. En ik kan best wel overal tegen. Ik heb ook wel eens kritiek. En dat verwerk ik gewoon. En dat gaat gewoon oké. Maar ik wil ook dat andere mensen dat kunnen doen. Want als je zelf een heel onzeker persoon bent, dan kan je al geraakt worden door iemand die zegt dat je geen mooie broek aan hebt. En dat is gewoon een klein dingetje. Dus jij zegt eigenlijk, de mensen die zich beledigd voelen moeten ook niet zoveel zeuren. Ik ben zelf vroeger gepest, dus ik weet hoe het is als je uitgescholden wordt. En bij Sylvana Simons noemen ze het wel een belediging, maar het is eigenlijk precies zoals pesten op school. Ja, welkom jongens. Vandaag zijn we een hele kleine groep. Dat is ook voor de veiligheid. En wij hebben ook geen toeschouwers, niks. We zijn lekker met elkaar. Want als wij hier een paar Marokkanen hebben die heel goed zijn en die zien dat. Oké. Maar goed. Tara en Tim die zijn hier en die volgen bij mij de cursus individuele weerbaarheid. Ik ben bij Christa gekomen omdat ik ben best wel vaak gepest en nog steeds ook wel een beetje over mijn gewicht. En dat ik ook een beetje dat kon laten en gewoon verder kon gaan. En dus eigenlijk om mezelf een beetje weerbaar te laten maken. En ik wilde graag hier komen omdat er een aantal situaties gebeurden waar ik buitengesloten of zo werd. En ik wilde mezelf daar weerbaar tegen maken dat ik het bijvoorbeeld eruit kon slaan. En daarom ben ik nu hier. Wie van jullie herkent zich in deze situatie? Iemand zegt iets tegen je en je wil meteen bam, meteen erop, bam, iemand tegen je meteen slaan. Wie herkent dat in je lichaam, dat je denkt van jij? Mooi man. Jij soms? Dat we het niet meteen doen, dat is natuurlijk een twee. Maar je lichaam denkt, op het moment dat je misschien dat t-shirt ziet, of op het moment dat je gepest wordt, en die wil eigenlijk of van zich afslaan, of heel hard wegrennen, of hij besluit om niks te doen, en dat noemen we dan de freeze, bevriezing. Herkennen jullie drie van die drie systemen een beetje? Vecht, vlucht, bevriezen? Nou, ik probeer het meestal te ontlopen. Het is meer van, ja, als iemand top gaat lopen doen, dan denk ik van, oké, gastje, ben je 100, dan loop ik meestal weg. Oké, en voelt het goed als je dat doet? Nee, niet per se. Ik heb wel vaak denk van, eigenlijk had ik je gewoon een map willen verkopen. Maar ik denk van, hé, dan help ik denk niemand mee. En ook mezelf niet mee. Oké, want op zich is er niets mis met vluchten of weggaan. Dus op het moment dat je een keuze maakt om niet te slaan of om niet weg te rennen en het voelt goed, dan heb je gereageerd zoals je natuurlijke habitat is. Maar als je eigenlijk heel graag al jarenlang iets wil zeggen tegen dat meisje die jou in de klas pest en je zit al jarenlang kropt je lichaam alles op. Alles. Je gaat elkaar, dit is best wel eng, ga je elkaar aankijken. Ja, jongens gaan altijd een beetje lachen als ik dit vraag. Dan vinden ze spannend. Meiden kunnen dit natuurlijk veel beter. Je gaat elkaar aankijken. En dan, mannen, is niet erg lachen, hoort er allemaal bij. Ga je heel erg opletten van, wat gebeurt er nou in mijn lichaam op het moment dat ik eigenlijk een wildvreemde gewoon aan ga kijken.